Een hele goede middag. Jordi en ik hebben er alweer een ochtendje op zitten. Hé vriend? Ja, je bent helemaal rood. Wat heb je nou weer uitgevreten? Hij heeft net het zo gezeten. We zijn vanochtend samen naar het ziekenhuis geweest, hè? Maar niet voor jou. Nee, maar voor mama. Want ik moest even op controle voor deze kleine spruit. En het groeit goed. Het groeide allemaal goed, hè? Je broertje of zusje. Ja. En zit op het gemiddelde met alles. Dus daar zijn we blij mee. Ja, en jij werd een beetje chagrijnig dat het allemaal voor jou te lang duurde. Adeboe. En toen zijn we thuis gekomen. En toen heeft hij gewoon zijn flesje gehad. Is hij gaan slapen. En toen werd hij na een uurtje weer schreeuwend wakker. Want hij had een beetje buikouw. En nou zit hij even Boomba te kijken. En heeft hij net een poging gedaan tot goed te poepen. En er zit iets, maar er komt nog meer aan. Want hij gaf net al aan dat hij nog meer buikpijn had. Dus ik wacht nog heel eventjes. En dan kan ik zijn broekje weer verschonen. En dan gaan we even samen naar de winkel. En straks komen mijn ouders op bezoek. Die komen op een soort van ziekenbezoek nog voor Jordi. En ja. En mama wil daar de boel hier nog verbouwen. Dus hè. Ja, het is verschrikkelijk allemaal, hè. Het is verschrikkelijk allemaal, hè, jongen. Maar in ieder geval, zo vrolijk als hij nu is, zo vrolijk was hij een half uur geleden nog niet. Nou, nadat Jordi dus helemaal weer over de zijk is gegaan, niet omdat hij buikpijn had, maar gewoon omdat hij moe is en niet wil slapen, heb ik hem nu eindelijk rustig aan het spelen. Kan ik nu eindelijk dingen doen. Dat is nadeel van moeder zijn, hè. Maar goed, mijn ouders zijn onderweg hierheen en ik ga even verder hier. Zo, mijn ouders zijn op visite geweest. Niels die is ook thuis. We hebben gegeten en alles. Jordi ligt inmiddels lekker te slapen. En ik ga een ijsklontje voor je pakken. Niels gaat voor mijn ijsklontje pakken, zodat ik dat in mijn drinken kan doen. Helemaal in de schuur. Ja, jongen, je bent ook echt serieus te beklagen. Mm-hmm. Ja. Het zal morgen op de bank liggen. Oh ja, ik heb ook heel de dag niks gedaan, hè? Mm-hmm. Nee, maar ik moet nog heel even op een wasje wachten, zodat Niels zijn werkkleding opgehangen kan worden, want dan heeft hij morgen droge kleding mee. Ja. Ik heb wat verzet hier in de kamer, laat ik morgen wel zien, want ik wil nog wat meerdere dingen verzetten. En dan, is de avond alweer bijna voorbij. Ik lig al lekker in mijn bedje. Niels is voor mij nog heel even de flesjes aan het afwassen van Jordi. En ik ga zo lekker slapen. Ik ben moe. Wel rusten. Tot morgen. Een hele goede morgen. Ik heb net Jordi's flesje gemaakt. En Jordi die ligt hier lekker nog eventjes te spelen. Ik ga zo hem verzorgen, zijn luiertje doen en alles. En ik had zo'n zin om een spijkerbroek aan te trekken. En ik pas geen enkele spijkerbroek meer. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik had zwangerschapsspijkerbroeken. Dus ik heb die maar mooi aangetrokken. Klinkt misschien heel gek, maar ik pas geen spijkerbroeken meer. Om mijn buik heen, wat dat betreft. Dus ik ben maar gewoon aan de zwangerschapsspijkerbroek begonnen. Zit ook nog lekker ook. Dus, hè? Maar ja, ik had echt zin in een spijkerbroek. Ik denk, ja, dan ga ik mijn spijkerbroek aantrekken. Maar ja, nu ga ik eerst even Jordi verzorgen. Zorgen dat hij aangekleed is. Zijn flesje kan krijgen. En dat we even naar de winkel kunnen. En dat we dan heel eventjes dat ook weer gehad hebben.
Ik moet nog bedenken wat we eten. Maar goed. Ik ga Jordi even doen. Zo. We zijn naar de winkel geweest. Enzovoorts en alles. En nou heeft hij me toch weer iets uitgevreten. Ik deze luien verschonen en hij draait zichzelf om en hij gaat, zeg maar, zit op handen en knieën. En hij was al aan het lachen. Ik denk, wat ga jij doen? En in één keer pist hij hier alles gewoon even lekker onder. Dus daar kon ik ook nog helemaal schoonmaken. Hem helemaal schoonmaken. En hij had de grootste, maar ook echt de grootste lol. En zeg maar ondertussen zichzelf, zeg maar, voorttijgeren. Dus ondertussen dat hij een piesje was, tijgerde hij zichzelf ook nog helemaal voort. Dus, en ik verschoon hem in zijn box. Op dit moment, omdat hij alle kanten opdraait en ik hem anders niet zo goed kan houden. En dus ik kan dadelijk, ja, was ik al wel van plan, maar ik kan dadelijk sowieso heel die, al die tegels uit elkaar gaan halen. Om het allemaal schoon te gaan maken. Want meneer heeft dus, zeg maar, over die tegels heen gepiest en gedaan. Een kleine gauwbak. Maar ik hou wel van jou. Maar hij had in ieder geval de grootste lol. En toen zijn luier, zeg maar, weer aan moest en zijn crème en alles moest smeren. Nou, toen was de wereld weer te klein. Want ja, dan moet ik natuurlijk weer bij het gebied zijn waar hij niet wil dat ik bij ben. Maar goed. Hij is lekker zijn flesje nu aan het drinken. En ik hoop dat hij zo dadelijk in slaap valt. Dan kan moeders hier aan de gang. Nou, ik heb de boel gezet hier en gedaan. Jordi die was ondertussen alweer wakker geworden. Heeft zijn soepje alles ook al gehad. Hij is nu heel eventjes Peppa Pig aan het kijken. En ik ga nu even koken. Dus ja, dat. Niels is heel even weg. Die was straks thuis gekomen, gegeten. Manuel en Bianca zijn nog even op bezoek gekomen. En Jordi die heeft fles gehad, ligt nu lekker in bed te slapen als het goed is. Hoop ik tenminste. Ik hoop dat hij slaapt. En ik ga hier daar nog even wat rommelen en doen. Het vaat was even uit en inruimen enzovoort. En dan is het voor mij ook alweer bedtijd, denk ik. Vandaag niet zo heel veel gevlogd. Ik ben vandaag vooral bezig geweest met dingen doen en rommelen enzovoort. Dus ja, niet echt filmwaardig, denk ik. En ja, dat dus. Ik ga lekker naar bed. Ik ben zo moe en ik heb hoofdpijn. Niels is nog niet thuis. Maar ik ga toch lekker slapen. Jordi is ook al aan het slapen. Ik ga nog heel even mijn tandje poetsen. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Welterusten allemaal. Oh ja, bij deze sluit ik deze ups en downs af. Morgen komt er weer een nieuwe. Morgen beginnen we weer met een nieuwe. Ik ben moe. Pff, trusten.